voor de competitie aan 15. Tielemans kon het niet meer redden. Claudemir legde klaar. En de killer is Diaby. Al twee keer. Dat is een flauwe bal, hoor, die van Heilen. Claudemir voor de neus van Tielemans. Diaby puntert de bal in het zijnet. En voor Brugge aan de goede kant. Dit is niks. Dit is een weggever. En dan profiteert Claudemir. En dan doet Diaby het fantastisch. Nens wil. De Brugge speelt erg hoog. Izquierdo. Bijna met zijn tienen in de grote baklijn bij Westerlo. Maar de bal komt toch bij Izquierdo. En het is een doelpunt. 1-0 voor Club Brugge. 15e minuut. En Jan Breidel mag met de White Stripes meezingen. Met heel veel volk staan ze daar bij Westerlo. Maar die simpele 1-2 met Izquierdo in de 15e minuut zorgt er wel voor dat de Colombiaan zijn derde doelpunt van het seizoen kan binnenduwen. Van Aken. Sterk. Krijgt terecht een open doekje. En die bal van Claudemir naar Diaby is op maat. Diaby. En dit is dan wel zijn 12e doelpunt van het seizoen. Evenveel als hij vorig seizoen heeft gescoord met Nusgroen. En komt nu naast Gounongbe aan de leiding in de topschutterstand. Lekkere bal van Claudemir in de 36e minuut. En dan Diaby. Dan kan rustig wachten. Kijken waar het gaat Van Langendonk doen. En dan legt hij de bal er droog naast. En zo 3-0 voor Club Brugge. En dat is niet meer dan verdiend. Van Aken draait zich goed vrij. Claudemir meteen doorspelen. Geen buitenspel. Jelle Vossen. Heel erg mooi gedaan. Jelle Vossen. Heel erg mooi in de draai meegenomen. En meteen plaatsen. Zijn 10e van het seizoen. Toch ook al. En wat Wesley niet kon vandaag. Kan Jelle Vossen wel. En zo is het toch. Op een drafje 3-0. Anderlecht was een figurant hier vanmiddag. In de kampioenenmatch wint Brugge. Sting van de Brugse Vulkaan. Die 11 jaar heeft drooggestaan. Nu officieel gekroond als kampioen van de jaargang 2015-2016. Simons, de botsende bal naar Thibaut Peyre, maar is hem wel kwijt aan Vossen. Claudemir neemt over, kan hem meegeven naar Izquierdo. Voor doel zowel Vormer als Vossen, maar het is uiteindelijk het tweede doelpunt van de avond van José Izquierdo. Goed van Jelle Vossen. En dan komt de bal bij Izquierdo. Hij kan de bal naar de tweede paal spelen, naar een van zijn ploegmakkers. Maar hij verkiest eigen succes en doet dat goed. En zo 0-2 voor Club Brugge. Vossen niet bereikt, maar op die manier kan Izquierdo de bal wel rustig oppakken. Vossen draait goed weg en schiet hem weer naast. Ietsje te overhaast, had iets meer ruimte dan hij zelf dacht. Het is alweer voor Ruud Vormer. Opnieuw wegdraaiende bal. Claudemir kopt hem naar Vossen en deze keer is het wel raak. En dan is er appel voor buitenspel. Maar niet gevlacht en niet gefloten. En dus is dit het 100ste doelpunt in de Jupiler Pro League van Jelle Vossen. Brede grijns bij Jelle Vossen. Na die hoekschop. Eerst nog verlengd door Stojanovic. Maar Claudemir die kopt hem weer goed. En dan is daar Jelle Vossen op de goede plek. In de draai en binnen. Overklast Club Brugge stond daar. Hier bijvoorbeeld met de perfecte tegenaanval. Izquierdo op snelheid, daar is Lanagic er naartoe. Izquierdo is er voorbij, nog steeds Izquierdo, fantastische goal! Nou, knap van Claudemir, ruimte bij Izquierdo. En we gaan wel rusten bij 1-0. Vormer van Aken, dat is mooi gevoetbald. En nu snel voor Izquierdo, 1-op-1 tegen Kozmans die uitglijdt. Izquierdo, die maakt dat af.
60e minuut. 2-0 voor Club Brugge. Dit is prima gespeeld hoor. Snel van Aken naar Claudemir. Geen buitenspel van Izquierdo. En dat ziet hij op dit beeld niet. Maar Kozemans is dan recht gekrabbeld nadat hij was uitgegleden. En zo krijgt Izquierdo nog meer tijd. En die bedankt dan met een doelpunt. Maar tempo is voor het eerst in, laten we zeggen, 18 minuten weer wat gezakt. Nu wel de verre wal op Vossen. Geen buitenspel. 1-1 met Kozemans. Jelle Vossen, jawel. En een doelpunt. Hier die lange bal van Claudemir. En dan exact op het juiste moment vertrokken door Jelle Vossen. En die komt 1-1 met Kozemans. En zo is het zijn derde doelpunt van de avond. En 4-1 voor Club Brugge. Wordt het hier zo gek als Dortmund tegen Legia Warschau. En de Bok. De Bok is Izquierdo. Hier komt hij misschien voor het eerst. José en dan Van Aken. De eerste actie van José Izquierdo. Klaargelegd voor Van Aken. En pakweg een minuut of drie na dat doelpunt van Aken staat het alweer gelijk. Van efficiëntie gesproken. Eerste kans Club Brugge, meteen een doelpunt. Goed samenspel en goed gezien van Thomas Meunier. Met Saïef als verdediger. Claudemir. Claudemir nog. Ingespeeld voor Van Aken. Claudemir. De Bok. Van Aken. Een goede bal tot bij Claudemir en dan Diaby. Maar buitenspel. De vlag meteen de hoogte in. Claudemir. Een goede bal tot bij Dirks. Daar komt de voorzet. Maar een misser van de foul. Dat geldt in geen echte spits natuurlijk, David de Vauw, maar dit is eigenlijk niet te missen. Een gala-wedstrijd alsnog de overwinning binnen te halen. Claudemir, Van Aken blijft aan de bal. En dan de Bok. En die schuift hem binnen.